Het verschil is denk ik vooral dat qua toernooien dat er nu ook grotere dingen zijn. Vroeger de toernooien die werden gespeeld waren alleen maar die wekelijkse toernooien waar toch wel minder value te rapen valt. Met de manier waarop het nu wordt gedaan is het leuk, het trekt veel volk en dat is plezant voor iedereen denk ik. Ik denk ook dat steden zoals deze een platform hebben waarop het kan. Er zijn grote toernooien ongeveer overal ondertussen en in België is er maar één plaats waar het echt kan. Namelijk is op dat vlak, ze doen wel heel veel, maar het is heel moeilijk omdat er geen hotels zijn en voor heel veel Vlaamse spelers het heel moeilijk is om naar daar te gaan. En ja, hier is super centraal, dus iedereen kan hier makkelijk naartoe en voor buitenlanders is het natuurlijk ook veel gemakkelijker. Dus, eerlijk, ja. Ik vind ook dat het logisch is om hier zo'n dingen te doen. Ja, in het vorige casino was het niet echt mogelijk, denk ik. Dus ik denk dat het redelijk snel is gegaan van zodra jullie verhuisd zijn. Ik heb de eerste hier gemist omdat ik in Vegas zat, maar voor de rest zou ik dit nooit missen. Ik bedoel, dit is heel leuk om te doen. Ik merk ook al vooruitgang tegenover vorige keer. Ik heb die vorige kleinere, die heb ik ook meegespeeld. En toen waren er duidelijk nog wat problemen bij registratie en zo. En dat was een beetje duidelijk nog wat wennen, maar ik voel duidelijk vooruitgang. En zeker nu met de main heb ik geen enkel probleem gemerkt. Dus dat is leuk ook voor de spelers natuurlijk. Dank je wel. Ja.